Hallo kijkers, tof jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de KV Mechelen Graag Moten. We gaan weer verder waar we vorige keer geëindigd zijn en de vorige keer hebben we helaas net niet de play-off kunnen halen voor het kampioenschap. We zitten nu in de play-offs voor nog één Europees ticket. We gaan gewoon simuleren deze wedstrijd. Oh, we winnen in Genk. Oké, dat is goed voor ons. Oké, nu komt de wedstrijd aan tegen Union. Oh, wij mogen beginnen. Het ging toch niet door. Orban kan nu misschien iets doen. Nee, oké. Dit is gevaarlijk. En de keeper redt. Goed gedaan, Hendrik van Kroonbrugge. Oké, is er nog door? Schiet. En hij scoort. We staan op voorsprong. Dankzij Orban. Oei. Dat is een blessure. En ja, dan moet ik hem wel afhalen. Dat is niet handig. Hoe ga ik dit oplossen? Ik ga hem er dan denk ik opzetten. Hopelijk valt de blessure van Schoofs al mee. Orban schiet. En hij scoort. 2-0 voor ons. Orban, oké. Nu is het zijn kans om te scoren, om de hat-trick te maken. En dat doet hij. 3-0. Oh nee. Oh, dat is een kans van Union. Nog steeds aan bal. Passen en scoren Orban weer. En dan is zo het eindstand 4-0. Dankzij 4 goals van Orban. De heel erg belangrijke wedstrijd komt eraan tegen Charleroi. Wat wordt dit? Ah, we spelen gelijk 1-1. Oei, we verliezen. Daar gaat onze voorsprong. Hopelijk verliest Charleroi ook. Charleroi speelt gelijk, dus we staan nog steeds op kop. Ja, we winnen. Van Genk 2-1. Laatste wedstrijd van het seizoen tegen Charleroi ga ik wel spelen. En ik denk dat we wel moeten winnen. Orban nu! Ja, scoort! 1-0 voor ons. Een 23e doelpunt al. We willen ook straks eens kijken naar de topschutterskant. Nee. Ja, daar ging onze voorsprong. Keeper pakt. Dit bedoelde ik niet met beter doen. En we staan achter. Passen. Oké, goed gedaan. Toch terug passen en... Oh, jammer. L1-3. Het gaat niet goed deze wedstrijd. Ik denk niet dat we deze playoffs nog gaan winnen. En dat we het uit handen geven. En verliezen we deze wedstrijd. Gaan we ook nu zien. Hier aan uiteindelijk. Deze playoffs wint. Union die wint. En dan helaas geen Europees voetbal voor ons seizoen. Maar we waren er wel dichtbij. En volgend seizoen. Kan het misschien nog. Tweede is geëindigd. Eigenlijk zijn we zes waarschijnlijk zowel in de reguliere competitie en als je dan ook nog hier deze playoff en deze playoff samentelt, zijn we zes geëindigd. Ja, ik zie dat Club Brugge kampioen is geworden. Orban is niet eens topschutter geworden, hij is wel een mooi tweede. De topschutter is Jansen. Hij heeft wel meer wedstrijden kunnen spelen. Het blijft natuurlijk een goede presentatie van Jansen. Van Aken heeft de meeste assisten. 4 spelers op de eerste plek, dus ook 1 speler van ons. Dat is altijd leuk om te zien. Jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan wil ik ook nog even alle statistieken een beetje tonen. Vind ik wel leuk elke keer om te zien op het einde van het seizoen.
daar even gewoon snel doorheen. Dan als je een van de spelers en statistieken beter wilt bekijken, kan je de video pauze zetten en hier dan afsluiten. Dus ik wil u bedanken voor het kijken naar deze video. En dan gaan we de volgende video weer verder met het volgende seizoen. En dit seizoen was geen slecht seizoen, maar het is gewoon jammer dat we dan nog net op het einde onze eerste plaats weggeven in deze playoff 2. Bedankt voor het kijken en doei!